Dit is zo'n slimme fietsbel, of eigenlijk een lampje, wat aangaat wanneer er gevaar dreigt in het verkeer. Nu denk ik van, eigenlijk moet ik wel beter op gaan letten, maar wat ik eerst eigenlijk voorheen niet deed. Ja, ik steek nu dit gevaarlijke punt over hier in Den Bosch en je ziet dat lampje is inmiddels rood geworden. En dat betekent dat ik extra moet opletten nu. Het apparaatje op het fietsstuur staat in verbinding met je telefoon. Het werkt door middel van bekende gegevens van gevaarlijke kruispunten. Deze keer worden dan naar de telefoon verzonden. En de telefoon weet dus dat hij het apparaat een signaal moet geven, zodat hij dus een signaal terug kan geven aan de gebruiker. Is het eigenlijk niet zo zeggen, maar doordat je dan bij een gevaarlijk kruispunt kwam en dacht van valt eigenlijk wel mee. Maar nu ontdek ik eigenlijk dat er best veel kruispunten zijn die eigenlijk best wel gevaarlijk zijn, zeg maar. De Safe to Bike app is ontwikkeld door meerdere bedrijven, waaronder verzekeringsmaatschappij Interpolis. Fietsers hebben een relatief groot aandeel in het dodelijke ongevallen en dat moet echt stoppen. De gebruikers kunnen zelf punten toevoegen en op die manier kun je dus aangeven van dit is een gevaarlijk kruispunt. En op die manier weet de gemeente ook later dat ze daar iets aan moeten gaan doen. De slimme bel is nu alleen nog bedoeld voor middelbare scholieren. Maar volgens de bedenkers zou het ook prima dienst kunnen doen op de fietssturen van ouderen. Op elektrische fietsen zit vaak al een computertje op. En daar zouden we ook moeten kijken hoe we mensen kunnen helpen dat ze niet verrast worden. Want ze vallen ook nog wel eens per ongeluk. De komende 8 weken wordt de slimme bel getest. Ik zit soms wel op mijn telefoon. Alleen er komt ook licht uit en het trilt. Dus je merkt het wel. Ja, ik ben sowieso van snufjes. Ik vind het wel leuk. Gebeld worden blijft dus voor de meeste fietsers nog even toekomstmuziek. Maar je kunt natuurlijk altijd nog even zelf bellen.